Deze keer bij Binnen Aliade. Mieke Draaier, dagbesteding op locatie De Reling, een boodschap van voetbaltrainers en natuurlijk het internet en de social media. Hallo, je kijkt naar de 9e aflevering van Binnen Aliade. Heb jij afgelopen dinsdag ook Mark Rutte op televisie gezien? Er was weer een persconferentie. Er is verteld dat de coronaregels zijn verlengd. Later vertelt Mieke hier meer over. Mark Rutte heeft het ook een aantal keren gehad over de 1,5 meter samenleving. Veel Nederlanders vragen zich af wat dat nou precies is. En wat zou dat nou betekenen wanneer je op een terrasje wil zitten en een drankje wil bestellen? Goedemiddag. U had een kopje koffie, zie ik. Ja, kan dit ook over u? Helemaal goed, alsjeblieft. Even kijken. En nu met een glaasje water erbij. Geen probleem, alsjeblieft. Mieke Draaier is directeur medische zaken van Aliade. Mieke geeft regelmatig uitleg over corona. Dit keer hebben Natasja en Jordi een vraag aan Mieke. In het volgende filmpje geeft ze daar antwoord op. Hier ben ik weer met een filmpje over corona. Ook weer in dit filmpje zal ik vragen van cliënten beantwoorden. En deze vragen worden mij gesteld met een vlog door Natasja en Jordi. Hey Mieke, ik had gehoord dat Talant ook eigen regels heeft binnen corona. Naast wat Rutte vertelt bij de persconferenties. Maar hoe werkt dat dan precies? Krijgen we daar nog updates over? Natuurlijk houdt Talant zich aan de afspraken van het RIVM en van de minister-president. Maar in die afspraken staat ook dat er om hele bijzondere redenen eventueel van deze afspraken kan worden afgeweken. Omdat er bijvoorbeeld sprake is van een hele uitzonderlijke situatie voor iemand privé of er iets heel moeilijks aan de hand is. Dan mag je heel misschien afwijken van de afspraken. Dat doen wij dan dus ook. Maar daar mag alleen maar de directeur over beslissen en niemand anders. Juist omdat we ons graag willen houden aan de richtlijnen van het RIVM. Natasja, de volgende vraag is voor jou. Hoi, ik ben Natasja Vassel. Ik ben de invalvoorzitter van de cliëntenraad van Wil. Ik heb een vraagje. Ik woon in Sneek en ik werk ook in Sneek. Maar mijn vraag van, stel dat er wanneer is het mogelijk om van dat ik dan naar mijn werk kan? Want ik ga op mijn werk, op de 4e naar mijn werk. Dus misschien kan ik. Hoe zit het nou precies? Hoe lang kan ik daarop wachten? Oké, dank je. Dag. Hoi Natasja. Ik weet dat het heel moeilijk is dat je niet naar je werk kunt. Dat horen wij heel veel van cliënten. Dat ze hun werk heel erg missen en de groep heel erg missen. En alles wat erbij hoort. Dinsdagavond heeft de minister-president gezegd dat het werk voorlopig niet doorgaat. En dat de maatregelen zo blijven zoals ze zijn, in ieder geval tot 20 mei. We hebben wel aandacht voor het feit dat dat zoveel problemen met zich meebrengt bij cliënten. Aan eenzaamheid en dat de dag niet rondkomt. Dus ik zou zeggen, probeer toch met je begeleiding op de locatie te komen tot een programma waarbij je toch iets van contact kunt hebben en leuke dingen kunt doen. Dus voorlopig blijft het zoals het is en blijven ook de 5 belangrijkste regels in stand. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Dat is hartstikke belangrijk. Hoest en nies in je elleboog. Was je handen heel veel. Ga niet in groepjes een feestje vieren of al te dicht bij elkaar zitten. En ga niet met meer dan met z'n drieën naar buiten. En zorg ook buiten voor 1,5 meter afstand. Ik zie jullie volgende keer weer. Heel veel succes. Op
locatie de reling krijgen ze dagbesteding thuis. De bewoners laten zien wat zij doen met het werk wat ze krijgen van het distributiecentrum in Grauw. Hallo, jongens en meiden. Daar heb je dan weer, hè. Ik heb heel veel reactie gehad op de drumsolo die ik hier gemaakt heb. Maar dat moet ook gewerkt worden. Kijk, we hebben weer luchtjes. En doen we hierin. Natuurlijk komt hij helemaal vol. We hebben hier een plankje. Dit zijn de gaatjes die ik moet vullen met die pluggen. Bij mij op het werk zeggen ze altijd, als je er wegloopt, moet naar een zee of een vraagje tussendoor, dan raak je tel niet kwijt. Dat zijn ongeveer 30 gaatjes. Nu is het vol, nu gaan we alle pluggen vullen in het zakje. In dit zakje. Nou, doe de knijper erop. En dan laten we de stekker. En zo moet het worden. We maken cadeaukaarten voor de intratuin. En die plakken ze hier op elkaar en die verpakken ze per team. En dan komen ze in een doos en we hebben al twee dozen klaar vandaag. Dus we hebben hartstikke hard gewerkt. Ja. En morgen komt u weer nieuw binnen. Ja, vind ik het mooiste werk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebben we het gehad over de beweegtassen. Heb jij hem al gebruikt? De voetbaltrainers Jan, Jeffrey en Gert-Jan hebben een videoboodschap voor je ingesproken, omdat zij sporten in deze coronatijd heel erg belangrijk vinden. Kijk maar. Vervelend hè, thuis zitten. Ik ben oud-trainer van SC Heerenveen, Heracles, De Graafschap en nog een heleboel andere clubs. Ik vind het ook heel vervelend, want ik kan ook niks meer doen. Dus ik zit hier achter thuis en ik oefen met de bal. Zo vaak mogelijk ophouden. Nou, maar kijken of mij dat lukt. Dus nog even volhouden. Kunnen we straks weer erop uit met z'n allen. En misschien kan ik wel een keer een trainingje geven aan jullie. Maar dat zien we straks. Heel veel sterkte en doorzetten. Mijn naam is Jeffrey Talan. Oudspeler van ADO Den Haag, SC Heerenveen. En tegenwoordig assistenttrainer bij Heerenveen. Ik wil jullie heel veel sterkte wensen in deze moeilijke periode waarin we niet of nauwelijks naar buiten komen, maar waarin we elkaar keihard nodig hebben. Daarom nog even volhouden en dan gaan we elkaar vast en zeker weer zien. Hallo iedereen. Nou, eens even een boodschapje inspreken voor jullie. Ik ben bezig in de tuin. Het zijn bizarre tijden, dus je kunt eigenlijk alleen maar het beste alleen klussen. Goed je handen wassen en ruimte houden van elkaar. Want ja, minister-president Rutte, die zegt dat het moet. Ik wens iedereen in ieder geval heel veel sterkte. Zorg goed voor elkaar, wees lief voor elkaar, pas op elkaar. Ja, en zorg ervoor dat je niet het corona krijgt, hè, want dat zou heel vervelend zijn. Heel veel plezier, groetjes en volhouden. Succes! En wat is er afgelopen week op het internet en de social media voorbijgekomen? Bij Talent in Steens is een digitale bingoavond georganiseerd. De locaties kregen vooraf de bingokaarten opgestuurd. Op de foto is Annie te zien van Ilene 13.
Zij deed ook mee. De prijzen die gewonnen zijn, worden deze week bezorgd. Het was een groot succes, want wel 12 locaties hebben meegedaan. In de tuin van locatie Berkenstede van Miriant zijn gisteren schaapjes en lammetjes op visite geweest. De bewoners genoten van dit speciale bezoek. Dit was aflevering 9 van Binnen alle jaren. We wensen je veel plezier op Koningsdag komende maandag. Dit jaar noemen we dit ook wel Woningsdag, want we blijven natuurlijk allemaal thuis. Heel veel plezier en graag tot dinsdag. Doei!